Dus nummer 1 was dat ze een nichtje van onze geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam was. De tweede, eigenlijk iets waarmee ook Zainab ging pronken onder de vrouwen van de profeet sallallahu alaihi wasallam, dat Allah subhanahu wa ta'ala het bevel heeft gegeven aan Jibril om tegen de profeet sallallahu alaihi wasallam te zeggen dat hij moet trouwen met haar. En daarom ging Zainab vaak tegen de vrouwen van de profeet sallallahu alaihi wasallam zeggen: jullie zijn allemaal gevraagd door de profeet sallallahu alaihi wasallam met jullie om met hem te trouwen, maar ik, Allah heeft mij laten trouwen met de profeet sallallahu alaihi wasallam. Dat was een bevel van Allah subhanahu wa ta'ala om met de profeet sallallahu alaihi wasallam te trouwen. De profeet werd bevolen om met Zainab te trouwen. En daar zijn dus de bewijzen daarover. En een van de hadith die daarover gaan is de hadith van Thabit aan Anas radiyallahu anhu. Hij zei: lemmen qadat iddatu Zainab, toen haar wachtperiode klaar was, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li Zaid, fadhkurha alayhi. قال فانطلق زيد حتى اتاه وهي تخمر عجينها. Zij was bezig met het maken van deeg. قال فلما رايتها عظمت في صدري. Eigenlijk zei de profeet sallallahu alaihi wasallam tegen Zaid van: ga haar vragen voor mij. Zo'n soort aanzoek. Dus de Zaid is naar haar toe gegaan. En zei tegen haar: ja Zainab, arsala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadhkuruk. Dus de profeet heeft mij gestuurd, omdat hij dus mij eigenlijk bevolen heeft om jou te aanzoeken. Qalat ma ana sani'atan shay hatta u'amir rabbi. Want zij zegt: ik ga niks doen totdat er iets van Allah subhanahu wa ta'ala komt. En in de hadith staat: faqamat ila masjidiha. Zij is opgestaan. En zij is naar zo'n plek gegaan waar ze het gebed ging verrichten. En ze ging dus eigenlijk du'a doen. Totdat er dus de toestemming kwam van Allah subhanahu wa ta'ala om met haar te trouwen. Dus aan de hand van dit verhaal kwam er dus openbaring waarin duidelijk staat dat zij moet trouwen met de profeet sallallahu alaihi wasallam. En waar zij ook mee ging pronken onder de vrouwen van de profeet sallallahu alaihi wasallam, dat Allah verzen over haar heeft geopenbaard. Want als wij de Koran nu reciteren, dan lezen we dit verhaal. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَ زَوَّجْنَاكَهَا. Wie is haar? Dat is dus Damir, die terug gaat naar Zainab radiyallahu anha. Zij was dus degene die hier genoemd is in de Koran. En ze zegt dit vers: wat tukhfi ma fi nafsika ma Allahu mubdih wa takhsha an-nas wallahu ahaq an takhsha. Ze zegt dit vers is geopenbaard over Zainab radiyallahu anha. Wat ook speciaal bij de bruiloft van Zainab radiyallahu anha, dat haar bruiloft eigenlijk een bruiloft was die een beetje anders dan de bruiloft van de andere vrouwen van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Want tijdens haar bruiloft heeft echt iedereen gegeten. En de profeet sallallahu alaihi wasallam, het was niet bij alle vrouwen van de profeet sallallahu alaihi wasallam dat er vlees werd geserveerd en brood en alles. Bij de bruiloft van Zainab radiyallahu anha was er zoveel eten dat er zelfs eten over is gebleven, wat eigenlijk niet gebruikelijk was. En daar zijn er een hadith over aan Thabit radiyallahu anha. Qala dhukira tazwiju Zainab binti Jahsh 'inda Anas faqal ma ra'aytu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam awlama 'ala ahadin min nisa'ihi ma awlama 'alayha. Dus Anas zegt: ik heb niet gezien dat de profeet zo'n bruiloft met zoveel eten en brood en alles werd gegeven dan in de bruiloft van Zainab radiyallahu anha. Wat ook kenmerkend voor Zainab bin Jahsh is dat zij eigenlijk iemand die dicht bij Aisha was.
als concurrent. Want Aisha, zoals bekend, staat in de overleveringen. Zij was de geliefde van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Toen de profeet werd gevraagd, Man ahabbu nasi ilayk, qala Aisha. Wie de meest geliefde persoon bij jou? Werd gezegd, hij gaf antwoord Aisha. Aisha radiallahu anha zag Zainab als een concurrent. Als een echte concurrent. In vergelijking met de rest van de vrouwen. Zij zei aan Aisha in de hadith. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَسْأَلُ زَيْنَبَ بْنَتَ جَحْسْ عَنْ أَمْرِ. Jullie hebben het verhaal gehoord bij de andere lezingen. Dat Aisha radiallahu anha werd beschuldigd met ontucht. Het verhaal is bekend, hadith al-ifk, waar Allah ook verzen over heeft geopenbaard. In die moeilijke tijd, in die moeilijke periode, ging de profeet advies vragen aan Zainab bin Jahsh. En de hadith daarover is overgeleverd door Aisha. Aisha zei, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yas'alu Zainab ibnata Jahsh an amri. Hij ging naar haar en hij zei tegen haar, Ya Zainab, mada alimti aw ra'ayt? Weet jij iets over Aisha? Heb je ooit iets gezien van Aisha? Want op dat moment verkeerde de profeet in een moeilijke toestand. Er werd gesproken over Aisha. Mensen hebben haar beschuldigd. Vooral het hoofd van de hypocrieten. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. En mensen gingen gewoon het nieuws over haar verspreiden. De profeet sallallahu alaihi wasallam ging naar Zainab. En ging met haar overleggen. En deze hadith is overgeleverd door Aisha. Hij zei tegen haar, Ya Zainab, mada alimti, aw ra'ayt, faqalat ya Rasulallah, ahmi sam'i wa basari, ma alimtu illa khaira. Zainab zei, ik wil mijn ogen beschermen, en mijn gehoor beschermen, ik heb nooit iets verkeerd over Aisha gehoord, of iets gezien van Aisha wat niet goed is. Qalat wa hiya allati kanat tusamini. Aisha zegt dat, zei, en Zainab was degene die echt mijn direct concurrent zijn. Maar toch, op dit moment, heeft ze gewoon gezegd wat het is. Dat Aisha goed was enzovoort. Maar waar het nu om gaat, is dat Aisha zei, وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِ مِنْ أَزْوَاجِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَعَصَمَهَ اللَّهِ. Dus eigenlijk heeft Aisha erkend dat Zainab eigenlijk dicht bij haar was als het gaat om als concurrent dan in het leven van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Maar ze zei fa'asamahallahu bilwara. Op dat moment heeft Allah subhanahu wa ta'ala Zainab beschermd. Omdat ze op dat moment, het is een moeilijke tijd hè, dat ze dan iets gaat zeggen over Aisha wat niet klopt, dat heeft ze niet gedaan. Allah heeft haar beschermd. Radiyallahu anha. Wat ook bekend is van Zainab bin Jahsh radiyallahu anha, is dat ze qua geloof zeer sterk was en zeer standvastig. En dat zei Aisha ook. Aisha zei dat over haar. Ze zei, walam aram ra'atan qattun khayru fi ddini min Zainab. Zeg, ik heb geen vrouw zo goed bezig is met het geloof dan Zainab. Dat is eigenlijk een soort erkenning van iemand die normaal gesproken dit niet kan zeggen. Ze zei, وَلَمْ أَرَمْ رَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبْ. Ze zei, وَأَتْقَى لِلَّهِ. Ze had veel godsvrees. وَأَصْدَقُ حَدِيثًا. أَصْدَقُ حَدِيثًا betekent dat ze altijd de waarheid ging spreken. Dat ze dus geen leugens ging vertellen. وَأَوْصَلُ لِلْرَحِيمِ. Dat zij eigenlijk waakzaam was dat ze haar familiebanden intact houdt. وَأَعْضَمُ صَدَقَةً وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ. Dus ook qua sadaqa, qua vrijgevigheid, was Zainab radiyallahu anha zeer vrijgevig. En zij was ook iemand die mondig was. Net als Aisha radiyallahu anha.
Dus we zien aan de hand van deze erkenning van Aisha radiallahu anha, dat ondanks het feit dat deze vrouwen dus eigenlijk getrouwd waren met één persoon, de profeet sallallahu alaihi wasallam, maar het is niet gebleken dat ze slecht over elkaar gingen praten. Sterker nog, als we deze verhalen lezen van Aisha, die praat over wie? Over Zainab, die eigenlijk de directe concurrent is voor haar, dat ze zo met lof over haar praat en duidelijk maakt dat er niemand die zo goed in het geloof was dan haar, en dat zij godsvrees had, en dat, daar kunnen wij ook veel lering uittrekken. Het is niet zo dat er een soort oorlog ontbreekt als een man met meerdere vrouwen trouwt, dat er oorlog wordt verklaard van deze kant tegen de andere kant of zo. Dat was niet het geval met deze vrouwen van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En dat hebben we ook gehad toen wij gingen praten over Sauda, de dochter van Zama, waarin we duidelijk hebben gemaakt dat eigenlijk dat voor Aisha was Sauda de persoon die met wie zij het meest ging trekken. Met wie zij het meest ging praten. Met wie zij het meeste wat ging delen. Sauda bin Jama'a. En nu zien wij nog een keer. En van Aisha radiallahu anha. Hoe zij praat over deze nobele vrouw. Dan heb ik het over Zainab radiallahu anha. Ook overgeleverd van Aisha radiallahu anha. En het boek, en al hadith staat in het boek van al-Bukhari, uitgelegd door imam Ibn Hajar al-Asqalani. Aisha zei, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de profeet heeft gezegd, asra'u kunna lihaqan bi, atwalu kunna yadan, fakunna yatatawalna ayyatuhunna atwalu yada, fakanat atwaluna yadan Zainab, liannaha kanat ta'malu biyadiha wa tasaddaq. De profeet zei in zo'n overlevering dat het eerste die mij zal volgen of die dood na mij zal gaan van mijn vrouwen is degene die de meeste lange hand had. Letterlijk lange hand. En lange hand hier gaat om lange hand letterlijk, maar ook lange hand met sadaqa geven en het helpen van anderen. En dat was Zainab radiallahu anha. Want Zainab was ook de eerste vrouw van de profeet die na hem is overleden. Dus voor de andere vrouwen van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Wat dus kenmerkend dan voor deze nobele vrouw, Zainab bin Jahsh, is dat zij veel sadaqa ging geven. En dat met de shahada, de getuigenis van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En de getuigenis van Aisha en de rest van de gemeenschap, want deze hadith is authentiek verklaard, is uitgelegd door de geleerden, en waarin duidelijk staat dat Zainab bin Jahsh een vrouw was die veel sadaqa ging geven. Wanneer is Zainab overleden? Toefiat radiallahu anha in de khilafa van Omar. In de tijd dat Omar radiallahu anhu de leider van de gelovigen was. In het jaar 20. En zij was 41 jaar oud toen ze overleed. Zainab bin Jahsh overleed op een leeftijd van 41 jaar. De profeet trouwde met haar in het jaar, we zeiden het vijfde jaar na de immigratie. Ze was toen ongeveer 25 jaar. Toen de profeet trouwde met Zainab bin Jahsh was ze 25 jaar oud. En ze overleed op een leeftijd van 41 jaar. En Abdurrahman bin Abza, annahu salla ma'a Umar bin al-Khattab ala Zainab bin Jahsh. Dus de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu leidt het gebed van al-janaza van Zainab. Fakanat awwal nisa'in nabiy sallallahu alayhi wasallam mawtan. Na de profeet sallallahu alayhi wasallam was zij de eerste vrouw die overleed van de vrouwen van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij zei fakabbar alayha arba'an. Hij heeft vier keer takbir gedaan. Thumma arsala ila azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala man ta'muruni an yudkhilaha
kabraha. Hij zei tegen de vrouwen van de profeet, wie willen jullie dat Zainab haar in haar graf zet? Dus welke mensen willen jullie dat doen? Willen jullie dat ze dat gaan doen? Dus welke mensen? Qala wa kana yu'jibuhu an yakuna huwa yali dalik. Normaal gesproken is hij degene die mensen gewoon in het graf zet. Dus hij heeft die zo'n boodschap, wie willen jullie dat? En zij gaf een aantal mensen, die ga ik zo meteen noemen. Maar wat ook specifiek was voor Zainab, zij was ook de eerste vrouw voor wie een na'sh is gedaan. Een na'sh, dat is zo'n stukje hout waarop ze de dode persoon gingen zetten. Om op een gegeven moment te vervoeren naar de plek waar die wordt begraven. Voorheen was dat niet. En zij was dus de eerste vrouw voor wie dat werd gedaan. Zij werd dus in een stukje hout gewoon vervoerd naar zo'n begraafplek. Hier staat overgeleverd van Ibn Umar radiyallahu anhu dat أن الرجال والنساء كانوا يخرجون بهم سواء فلما ماتت زينب بنت جحش أمر عمر مناديا فنادى لا يخرج على زينب إلا ذو رحم من أهلها. Dus het was gebruikelijk dat of een man overleed of een vrouw overleed, dat er dus wel mannen en vrouwen samen dus eigenlijk die persoon vervoeren en allemaal gaan. Behalve toen Zainab overleed, werd zij Omar nadrukkelijk, als het gaat om het begraven van Zainab en haar het zetten in haar graf, dan moet het slechts gebeuren door haar familieleden, door de mensen die behoren tot haar rahim. En dat was ook gebeurd. En zij werd dus in haar graf gezet door Mohammed ibn Abdullah ibn Jahsh, wa Abdullah ibn Abi Ahmed ibn Jahsh, wa Muhammad ibn Talha ibn Ubaidillah, en hij was de zoon van haar dochter. Dus de mensen die haar in haar graf hebben gezegd, waren allemaal hun haar maharim. In het kort, voordat we een klein pauze nemen en daarna verder gaan met het tweede verhaal. Zainab bint Jahsh radiyallahu anha was het nichtje van ons profeet. Zij ging trouwen met de profeet sallallahu alaihi wasallam, met bevel van Allah subhanahu wa ta'ala. Zij qua schoonheid, qua positie, genoot ze een hoge positie binnen. Dus in Mekka, maar ook iemand was die dicht bij Aisha was als het gaat om de positie van Aisha ten opzichte van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Zij was bekend met haar godsvrees, zoals Aisha dat zei radiyallahu anha. Ze was iemand die echt goed was in het geloof met alles. De godsdienst van Allah was ijverig daarin. Ze deed haar best. Zij was iemand die waakzaam was over het intact houden van familiebanden. Dat zijn allemaal punten die ik nu noem, die belangrijk zijn voor ons allen. Want veel mensen gaan onachtzaam om met familiebanden. Zij was iemand die ijverig daarin was. Maar ook belangrijk is dat zij een vrouw was die vrijgevig was, die veel sadaqa gaf.